In paragraaf 9.6 kregen we een kort overzicht van de Tweede Wereldoorlog. Daarbij ging het vooral om de oorlog zelf, hoe er gestreden werd en wat voor gevolgen dit had voor de bevolking van de verschillende landen. Nu gaan we kijken naar een andere kant van die Tweede Wereldoorlog, namelijk racisme en discriminatie die leidt tot genocide, in het bijzonder op de Joden. Het is een politieke, maar toch ook wel een beetje een culturele paragraaf. En we zullen eerst eens gaan kijken naar die drie begrippen, racisme, discriminatie en genocide. Misschien is het overbodig om te zeggen, ik hoop het, maar ik wil in ieder geval toch even gezegd hebben dat ik zelf echt een enorme hekel heb aan racisme en discriminatie. Um, maar we zullen eens even gaan kijken wat de begrippen inhouden. Racisme is de opvatting dat de wereldbevolking kan worden opgedeeld in rassen, waarbij het ene ras beter is dan het andere ras. Dit is een verzinsel, dit is natuurlijk nooit wetenschappelijk bewezen. Maar goed, er zijn mensen die er inderdaad geloven dat uh, de bevolking uit verschillende rassen bestaat en vooral dat er onderscheid kan worden gemaakt tussen die verschillende rassen. Discriminatie volgt daaruit, want discriminatie is namelijk het onderscheid maken tussen mensen, dat zei ik racisme, maar dan met de bedoeling om een bepaalde groep van die mensen achter te stellen en dat maakt het discriminatie. Oké, okay, dus je hebt eerst de opvatting van nou, er zijn verschillende groepen mensen, er zijn verschillende rassen, maar nu vind ik dus de een beter dan de ander en dan ga ik een bepaalde groep ga ik benadelen en dan wordt het discriminatie. Racisme en discriminatie kom je op allerlei verschillende niveaus tegen. Dat kunnen heel onschuldig bedoelde grapjes zijn, maar het kan ook een heel gewelddadige uitbarsting zijn. En uiteindelijk kan het zelfs leiden tot genocide: systematische uitroeiing van een volk of een bevolkingsgroep. Dit is een algemeen iets dat we helaas vaker in de geschiedenis tegenkomen. Nu gaan we ons even focussen op de grootste genocide uit de geschiedenis: namelijk de holocaust, de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog. Want in het Europa. Van uh, de jaren 20 en 30 kwam een bijzondere vorm van racisme en discriminatie op, namelijk het antisemitisme, vijandigheid tegen de Joden. Dit was niets nieuws, dit was er altijd al geweest. Al in de middeleeuwen bestond dit, misschien zelfs nog wel eerder, en er was altijd een sluimerend gevoel van antisemitisme geweest in de samenlevingen van West-Europa. Op verschillende momenten in de geschiedenis werd er toch op, uh, ja, raar aangekeken tegen de Joden. Op de manier zoals dat hier linksonder afgebeeld zien worden. Er werd gedacht in stereotypen, in vooroordelen. En Joden werden achtergesteld, maar nog nooit op zo'n manier als in Nazi-Duitsland in de jaren 30 en 40 van de 20ste eeuw. Hoe kan dat? Wat gebeurt er precies? Hoe kom je uiteindelijk bij bijna 6 miljoen vermoorde Joden uit? Daar zullen we nu eens naar gaan kijken. Hoe ontstaat dus eigenlijk die genocide? In 1933 wordt Hitler de leider van de Duitse regering. Uh, we zien dan dat de Sturmabteilung, het partijleger van de nazi's, dat die steeds meer geweld gaan gebruiken tegen de Duitse Joden, en we zien ook dat er steeds meer joodse wetgeving komt. Een van de eerste beslissingen die Hitler bijvoorbeeld neemt is dat Joden geen ambtenaren meer mogen zijn. En dit is slechts het begin. Hier zien we al duidelijk discriminatie, want de Joden worden achtergesteld. In 1935 gaat Hitler een stap verder dan, laat hij echt zijn rassenleer op de Duitse bevolking los. En dan stelt hij de zogenaamde Neurenberger wetten op, waar we hier een schematische weergave van zien. De Duitse bevolking werd ingedeeld in verschillende klassen. Daarbij was het voor Hitler vooral belangrijk om te bepalen wie er joods was en wie niet. En daarbij keek hij niet zozeer naar het geloof, maar vooral naar de voorouders. Had je als persoon tenminste drie grootouders die van uh, Joodse afkomst waren, dan werd jij zelf ook als Jood gezien. Had jij twee grootouders die van Joodse afkomst waren, ja dan was het een beetje een twijfelgeval. Maar goed, waarom gebruikte Hitler dit? Omdat hij zo de bevolking in klassen in kon delen, zodat hij kon zeggen dat Duitsers niet meer mochten trouwen met Joden. En ook om de Joden hun burgerrechten af te nemen. Zij werden niet meer beschermd door de grondwet. In feite werden ze hier al vogelvrij en dan zien we dus dat het geweld tegen de Joden steeds verder toeneemt en uiteindelijk leidt dat in 1938 tot een grote pogrom, een gewelddadige uitbarsting van Jodenhaat, de zogenaamde Kristallnacht. Die wordt georganiseerd door de SA en die zorgt er namelijk voor dat in de nacht van 9 op 10 november Joodse synagogen en winkels in brand werden gestoken en werden geplunderd en dergelijke. De bedoeling was dat dit een heel spontane actie leek van het Duitse volk tegen de Joden in Duitsland, maar ja, uh, het was georganiseerd door de SA en er kwamen vooral heel lauwe en afkeurende reacties eigenlijk op van de Duitse bevolking. En dan besluit Hitler dat de SA niet geschikt is om zijn uh, Joodse probleem op te lossen. En dan schakelt hij de SS in, de Schutzstafel, een andere uh, groep binnen de Nationaal-Socialistische Partij. En die moet voor Hitler een oplossing gaan zoeken voor wat hij noemt de Joodse kwestie, het Joodse probleem. En in eerste instantie denkt die SS vooral aan deportatie van de Joden. Het uitzetten van de Joden uit Duitsland. Zo zouden ze bijvoorbeeld naar Palestina gedeporteerd moeten worden. Of anders misschien naar Zuid-Amerika, naar Guyana. En uiteindelijk komen ze met het plan om de Joden af te voeren naar Madagaskar. Nou ja, misschien dat deze plannen uitgevoerd eh, zouden gaan worden, maar. We zitten ondertussen in het jaar 1939 en dan breekt er iets anders uit, namelijk de Tweede Wereldoorlog. Duitsland verovert grote gebieden in Europa. En dat betekent dat Hitler niet alleen een oplossing moet zoeken voor het Duitse Joodse probleem, tenminste dat hij vindt dat er is, maar dat hij een uh, oplossing moet zoeken voor alle Joden in Europa. En dan besluit hij dat er nu echt een eindoplossing moet komen. En hij zegt tegen de SS: zorg dat er een eindleuzen komt. Een eindoplossing. En uiteindelijk wordt er in 1942 aan de Waanzee, een meer net buiten Berlijn, een conferentie gehouden waar die entleuzing gestalte moet krijgen. En in dit gebouw wordt besloten tot de deportatie van de Joden naar de concentratiekampen. Waarvan we de verhalen allemaal kennen. Hier zien we een kaartje waar die kampen dan allemaal lagen. Nou ja, dit verhaal is verder bekend. Een hele zwarte bladzijde uit de geschiedenis. En uiteindelijk zorgt die entleuzing dus voor de grootste genocide uit de geschiedenis.